Soms moet je een boek al eens een tweede keer ter hand nemen vooraleer het je echt vastgrijpt. Dat was bij mij het geval voor het boek Taal zonder mij van Christine Hemrechts. Ze schreef dat boek ongeveer een jaar nadat haar echtgenoot Herman de Koning overleed. De eerste keer dat ik het las, had ik vooral aandacht voor de strijd tussen woord en wereld. Tussen de werkelijkheid van de echte wereld en de werkelijkheid die een schrijver uiteindelijk op papier beschrijft. Het is een dilemma waarin elke schrijver of schrijfster gevat zit en waarop niemand ooit een afdoend antwoord kan geven. En dat was dan zeker het geval voor een groot dichter zoals Herman de Koning. Ik vond het boek de eerste keer al bijzonder aantrekkelijk omwille van de intellectuele kracht en omwille van de emotionele betrokkenheid. Maar de tweede keer dat ik het boek las, was een jaar nadat mijn eigen echtgenote Claudine overleed. En toen werd ik gegrepen door de authenticiteit, door de vanzelfsprekendheid waarmee Christine Hemrechts haar gevoelens, haar emoties, haar gedachten beschrijft bij het verlies van haar echtgenoot. Het was iets wat me aangreep tot in het diepste van mijn ziel, omdat het zo herkenbaar was tot in de meest intieme bedenkingen toe. Nu, een boek moet je altijd beter zelf laten spreken dan erover te spreken, en daarom wil ik graag een fragmentje voorlezen. Het leven zet ons op onze plaats. Het leven snoert ons de mond. Het leven leert ons een toontje lager te zingen. Het hoofd te buigen. En dan te zeggen, dank u leven. Dank u dat ik er even mocht zijn. Maar dus ook niet meer bang hoeven te zijn voor verlies. Want je hebt alles verloren, of toch veel. De paradoxale vrijheid die verlies oplevert. Dat jij bent moeten doodgaan, vooraleer ik dit alles zo helder zie. Geef toe, het is een passage die toch niemand onberoerd kan laten. En in dit boek staan er nog vele pareltjes, maar die moet u natuurlijk zelf ontdekken. Kom dus naar de bib, ruk dit boek uit de rekken en lees het. Het is de moeite waard, zeker doen.